Goedendag lezers van Medemark Actueel. Welkom bij alweer de 19e vlog over de verbouwing van het Bakkerijmuseum. En vandaag neem ik jullie even mee naar boven. We zijn hier op het dak en de dakpannen liggen erop. Dus het zal niet meer lekker. Het ligt meteen zo dat in de toekomst er zonnepanelen opgelegd kunnen worden. De houten gedeeltes die worden nog met zink bekleed. Ook bij dit tussenstuk. Nou, voor de rest, vanaf hier kun je genieten van het schitterende panorama van Medemark. Maar goed, deze trap is alleen voor onderhoudswerkzaamheden eigenlijk. En beneden zijn er ook ontwikkelingen, want hier zijn de plafonddelen geschilderd. Gedeeltelijk. Die komen tussen de balken en ook de keuken is inmiddels getegeld tot aan het plafond. Wat er dan nog niet in zit, want dat komt nog. Ook die plafonddelen volkomen. En niet alleen de keuken is getegeld, ook hier de koekerij, de conditorij. Is de wand afgewerkt. Die wordt dan wel afgesmeerd en dan kan de banken tegenaan. En ook de wc's zijn inmiddels betegeld. En zo komt langzaam maar zeker steeds meer de definitieve vorm in het vernieuwde museum. En ik laat u graag volgende week in de 20e vlog zien wat er dan allemaal gebeurd is.